verhaal, mensen. En nu is het ook bijna is het carnaval, hè? Wat gaat jullie vereniging nu doen met carnaval? Ja, nou, ik kijk beter aan de prins vragen. Die weet precies dat de ins en outs van... Jullie zijn secondanten, hè? Ja, dat klopt. En de mannen die naast jullie zitten, want die zien er ook heel gewichtig uit. Ze hebben alleen niet zo'n mooie muts op. Wat zijn dat voor mannen dan? Ja, dit zijn... Of zal ik het ze zelf maar vragen? Wie bent u? Ik ben Andries Eckhout, wethouder van de gemeente Sneek. En wij begeleiden de carnavalsploeg. Want ze zijn niet los vertrouwd, die carnavalsploeg. Toch niet, hè? Toch niet. En u? Ik ben Jan Barkboer, wethouder van het CDA en de ChristenUnie in Sneek. En ik mocht ook mee om ze te begeleiden vandaag. Maar we willen nog wel even weten hoe het nou zit. Want uw secondanten weten niet wat jullie gaan doen met carnaval. Dat moeten ze ook maar niet weten, want dan haken ze misschien vroegtijdig af. Als het morgen carnaval is, dan komen we wederom met de trein aan in Sneek. Dan gaan we naar de burgemeester. Of naar de lokale burgemeester om de sleutel van de stad Sneek op te halen. En op dat moment ben ik dus de baas van Sneek. Daar heb ik nu al zin in. Ja. Ga ik die wethouders eens even aan het werk zetten. Ja. En dan heet Sneek 4 dagen lang Drabbelterp. En dan, wat heeft Sneek? Sneek heet dan 4 dagen lang Drabbelterp. Dat is de naam van Sneek tijdens het carnaval. Dus Drabbelterp. En dan is het de sleutel. En dan hebben we daarna een enorme grote optocht door Drabbelterp. Dat is een van de grootste optochten van het noorden. Er doen ongeveer 40 nummers aan mee. En dan hebben we s'avonds een groot feest in het carnavalsgebouw. En de zondag, dat wordt helemaal verrassend. Zondag hebben we voor het eerst in het noorden een carnavalsdienst. Een ecumenische carnavalsmis in de katholieke kerk. Oké, ja, dan was ik even de verwarring zat hem in het woordje mis. Maar, Mis, ja, met 1 S. Mis met 1 S, ja. Ja. En wat wordt geleid door onze eigen pastoor Van Ulden. Met medewerking van de Blauwhuister Dakkapel. Dus dat belooft een hele grote happening te worden. De Blauwhuister Dakkapel en Prins Carnaval val in een kerkdienst. In de kerkdienst, ja. Ja. Okay. Nou, ik heb eigenlijk nog één vraag. Ik zou graag een keer zo'n muts op willen hebben. Of hoed of pet. Mag dat of is dat tegen alle gebruiken in? Eigenlijk is dat tegen alle gebruiken in. En ik weet niet... Ik moet het weer aan de prins vragen. Met een knipoog even naar de prins moet kijken. Ik knip ook niet vaak naar een man, maar ik heb het ervoor over. Hey. Ik moet u helaas teleurstellen, dat mag niet. Het protocol laat dat niet toe. De steek mag niet af. Dus ik mag hem u niet opzetten, helaas. Nou, het is echt verschrikkelijk. Je zou een keer prins moeten worden. Een keer prins worden? Als je een keer prins wordt, dan krijgt u zelf een steek en je mag het hele jaar ophouden dan. Nou, misschien voor een uurtje een keer prins dan? Ik denk niet dat het... Ik denk dat de werktijden wat langer zijn. U bent voor een jaar prins. Ja. Ja. Nou, hartstikke jammer. Maar toch bedankt. Ik wens jullie een heel leuk carnaval. En ja, zeg het maar, hè, als het... Het gaat vast lukken. Het gaat vast lukken. We maken er gewoon een heel... Ja, maar ik bedoel, er is zo'n gebruik, toch? Als jullie uitgeluld zijn, dan... Dan is het alaf. Okay. En dan 3 maal alaf. 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 En iedereen is natuurlijk van harte welkom, hè? In Drabbelterp, maar ook in Sneek.